Konnichiwa, my name is Mari. I play violin at Process Philharmonic. Ik ben Kelly, ik ben sopraan. My name is Connor Biggs of the Flemish Radio Choir. Ik ben Elke, ik speel cello sinds dat ik 7 jaar oud ben. Ik heb altijd gezongen. En ondertussen heb ik 10 seizoenen bij Brussels Philharmonic erop zitten. Ik ben Jolien, zangeres bij het Vlaams Radio Koor. Unfortunately, at this moment, we cannot perform all together. Wel studeren, maar geen concerten, geen publiek. Samen met mijn collega's ben ik gedwongen om alleen in mijn kot te musiceren. Ik mis het zingen, ik mis ook het lesgeven, ik mis het contact. Het is niet gemakkelijk. En zo ben ik een tijdje geleden op het idee gekomen van met die extra tijd kan ik misschien een nieuw instrument leren bespelen. Een nieuw instrument leren is buiten onze comfortzone gaan. Dat is wel... This sounds like a great challenge to me. Who would like to learn and play an other instrument? Oké. We zijn ook met 8. Voilà. Ik doe het uit, ik kan niet zeggen uit verveling, want thuis zitten als je kinderen hebt, maar het is eigenlijk... Kijk, er komt al iemand binnen bij u, Eline. Ja. Dus ik doe het zeker ook niet uit verveling, maar gewoon al heel lang eigenlijk wil doen. Het is echt een moment, hè. Er is nu echt zo'n vacuüm waar we moeten gebruik van maken. En ik heb gekozen voor contrabas, jawel. En ik heb al onder mijn voeten gekregen van mijn zoontje dat ik weer zo'n groot instrument genomen heb. Ja. Dus ik zing, maar ik ben de uitdaging aangegaan om een nieuw instrument te leren, namelijk cello. Ik ga cello doen. Ja, ik ga trombone doen. The part of the violin is often in the high register of the orchestra. So I thought to choose a bass instrument. I'm going to play the bassoon. Oh, wow. First time. I think that's very brave. Ik ga horen leren. Ik heb geen idee hoe het werkt, hoe ik het moet vasthouden. Terug van nul beginnen. Horen is heel delicaat. Ja. Maar Elke, zingen ook, hè? Ja, ik weet het. Zingen ook, ja. Oh, singing is easy. Met een adem. Ga je zingen, Elke? Ja, ik ga zingen, ja. Ah. Een nieuw ensemble is geboren, hè? Ja. Hey. En van jullie is iedereen nog gezond? Ik heb corona gehad. Echt? Oh. Ja. De voorbije 5 weken waren voor mij eigenlijk een ware nachtmerrie. Eerst werd ik zelf ziek. Tot op de dag van vandaag voel ik dat ik nog niet 100% ben. Dat wordt spannend voor de zanglessen. We ademhalen. Ja, maar dat komt in orde. Ik denk dat zingen zal helpen. Mijn longen zijn terug in orde. Op 20 maart hoorde ik dat mama en papa koorts hadden. Ik had heel veel schrik. En een paar dagen later werd mijn papa door de ziekenwagen opgehaald en kregen we het verdict. COVID-19. De dag nadien, 24 maart, werd hij op intensieve in een kunstmatige coma gelegd. Zo gezegd voor 7 dagen. Het werden er 20. Tot eergisteren had ik mijn cello eigenlijk niet meer aangeraakt. Ook omdat ik zelf ziek was, maar ook omdat ik helemaal geen zin meer had om cello te spelen. Ik dacht, wat moet er gebeuren met mijn zoon als ik er niet meer ben? Als mijn mama er niet meer is, als mijn papa er niet meer is? Ik dacht eigenlijk het allerergste. Ik dacht dat we er niet meer zouden uitgeraken. Maar mijn grootmoeder zei me, je speelt toch nog cello iedere dag? En ik dacht van, oké, het is een moment om terug te beginnen mijn leven op te nemen. En ja, ik ga ook niet bij de pakken blijven zitten nu. Zo ben ik ook helemaal niet. Iedereen wisselt wel iets af die een slecht moment heeft. En dat is leuk dat we elkaar zo kunnen helpen. Omdat dat eigenlijk echt wel belangrijk is om elkaar zo op te peppen. Wat ik graag zou doen in de zomer is gaan spelen of zingen. Wat ook. Ik denk zingen in het UZ Gasthuisberg. Omdat zij zoveel hebben gedaan voor mijn ouders. Ze hebben alles op alles gezet. Ik hoop dat we elkaar allemaal snel weer terug kunnen zien en terug het gewone leven oppakken. Tot de volgende keer! Yay. Kijk, hier is ze. Heel veel stof. Slide. Falls off. Where can I hold? Ah, here.